Je moet hier ergens, hè? Oh! Hey, ben jij ook trooi? Nee, nee. Oh, lekker! Jij snijpen! Oh, joh! Dames en heren, jongens en meisjes. De Call of Duty Vanguard Week komt op zijn hoogtepunt. Enzo Knol en ik gaan vandaag bepalen wie de officiële grootmaster is van deze week in een 1v1 battle. Maar voordat we dat gaan doen, gaat Enzo Knol nog even uitleggen hoe je nog kans maakt op deze PlayStation 5. Wat ben je aan het doen dan? Ik ben alvast die 360 no-scope. Oké, Matty en ik gaan echt strijden tegen elkaar. Dat wordt echt een gruwelijke free-for-all. Straks meer over vertellen. Eerst even vette prijzen. We hebben al gezegd, ook in de vorige video's, wees alert. Want er waren een paar woorden, toch? Vier in totaal, ze zijn allemaal al geweest. Maak daarvan een zin en stuur die even op naar de DM van Legends of Gaming. Yes, dan kan je kans maken op een PlayStation 5. Nog een paar andere vette prijzen. Wij gaan dus nu bepalen wie uiteindelijk de echte winnaar wordt. De vorige aflevering, vorige video, hebben wij een aardige heftige strijd gehad. Mijn team tegen jouw team. Ja, het was echt zo close. Lekker, allebei lekker. Vierde en 13 kills. Hoe zie je het, weet je wel? Ongelooflijk. Dus we gaan het nu uitvechten met een potje free for all. Er kunnen 3 rondes zijn, maar hangt er vanaf. We gaan in ieder geval het eerste potje spelen met alleen sniper. De eerste met 5 kills, die de andere 5 keer killt, die wint het potje, de ronde. En die krijgt 1 punt. Ja, en dat is dus de eerste ronde met alleen sniper. Tweede ronde is met... Bam, met die shotgun. En de derde ronde, eventueel als hij er komt... Ik verwacht natuurlijk persoonlijk niet, maar dat zou dan de SMG-ronde zijn. Ik zou zeggen, laten we gewoon even lekker gameplay doen. Ik ben warm, joh. Ik ook. Oké, Enzo, we zijn bij de classes aangekomen. Class 4 is standaard, bij ons allebei een sniper. Dus laten we die gewoon pakken. Maar we gaan nog wel een aantal dingen aanpassen om het net iets leuker te maken. Je moet even die throwing knife. Want we gaan elkaar niet neden, weet je wel. Nee. Dat is een beetje voor pussies. Eigenlijk moet je die secondary moet je even aanpassen naar die launcher. En dan die... Launcher? Ja, die launcher waar je alleen maar van die spyplanes mee wegschiet, weet je wel. Dat je echt niet een secondary gunner, want dan mag je er eigenlijk niks mee doen. Je bent bang dat ik die secondary ga zeker. Gebruiken. Dat ga je zeker doen. Oké, throwing knife is dus een legit kill en een sniper kill is dus legit. Maar we mogen dus wel zelf één van de 3 sniper rifles kiezen. Dus en het is wel leuk als ik niet op jouw beeld kijk en jij ook niet op de mijne. Want je mag hem wel nog aanpassen. Ja, je mag zelf bepalen met welke sniper je gaat. Ja, ik heb hem gekozen, man. Ja, ik weet welke jij gekozen hebt. Ik weet precies welke jij gekozen hebt. Ja, dat weet je precies. Hè? Want die is echt gewoon zwaar goed. Hey, dan weet ik ook welke jij gekozen hebt. Ja, die is zwaar goed. Ja. Check hoeveel classes je trouwens hebt. 10... We hebben 2 extra, geloof ik. Ja, hoe kan dat dan? Volgens mij weet ik trouwens zeker. Als je op de PC speelt, dan heb je 2 extra classes. Ja, dus als je nog 2 fun classes erbij wil voor wat snijplezier, dan heb je die gewoon over. Oké, ik start hem. Let's go. We spelen op de map. Oasis. Je kon niet eens lezen hoe je map heet en hij had alweer geladen. Dat is toch ongelooflijk? Custom Class 4. Oké, bro, let's go, man! Oeh! Oké, daar gaat hij. Dit is... Oeh, wat is dit voor sniper, ouwe? De sensitivity staat niet hoog genoeg. Niet voor mogen, want we gaan natuurlijk echt vies snijpen. Hardscopen, jongen, bro. Kijk hem mee. Wat een smerige hardscope. Ik dacht dat wie ging een quickscopen, jongen. Zag hem even, hoor. Oh. What the fuck was dat? Oké, dit is wel heel spannend zo. Oh, zo binnen uit het voelde hem, jongen. Oh, dat brood. Kijk maar hier als een kamikaze piloot rennen. Oh. Je voelde hem. Oei. Oké. Ik ga nu al meteen te gek van start, hè. Die throwing knife pakte ik al erbij. Ik dan, Enzo. Wat doe jij dan? Komt die Enzo? Ja, waar zit jij dan? Jij zit hier ergens, hè. No scope. No-scope, jongen. Hij skipt hem. Oké, precies. Oh, je kan goed no-scope op deze game dan. Is dat echt zo? Ja, ik denk het. Het is de eerste no-scope van het jaar. Bro, niet zoveel praten over die no-scope, want we gaan gewoon voor die winst. Is de hardscope? En ook al heb je 5 no-scopes uiteindelijk. Wat een smerige hardscope, zeg. Nee, was een goede kill, Dankjewel. Oké, dit is best wel intens. 2-2 op dit moment. Ticketje aan doen. En zo. Oké, ik gooi even. Nee, dat kan niet. Dit is een mijn. PlayStation Start
Wat is die dan? Oh mijn god, hoe kan dit zo lang duren, mensen? Ja, pisvent! Oeh! Oh, wat is dat? Ik wou springen. Oh, je hebt die mijn daar gegooid. Oh, yes, baby! Hem, hoor. Oh, wow. Nee. Lekker, hoor. Hoe ging hoor. Die dan? Oh, we hebben dat knijfie. Oh, ik was weer met die throwing knife en dan was ik weer even mee aan het smijten. Heerlijk, hoor. Maar ik zat hem wel te stressen, hoor. Eerlijk is eerlijk. Mijn adem inhouden. Ah, ik zag je net in mijn ogen. Even mijn adem inhouden en dan... 4-2. Ik heb nog maar één death. No, death. Ik moet nog één keer doodgaan, weet je wel. Dan is het klaar. Dan heb je gewonnen deze eerste ronde. Wat is wijsheid, dames en heren, voor die laatste kill? Ga je voor die 360? Ik heb geen throwing knife meer. Oh, ik vind het wel leuk, hoor. We hebben het hier ergens, hè? Ben je ook throwing knife? Nee. Oh, lekker. Jij snijpt het, of niet? Oh, joh. Oh, ik gooi dat mes in jou. Die was wel sick, maar die was nice. Ja, je hebt hem. Hey, de punt is binnen, dames en heren. Let's go. Ik dacht dat ik hem had, jongen. Hey, maar wel duimpje omhoog voor die throwing knife, hoor. Die was echt goed. Die was echt goed. Dames en heren, ik heb een voorsprong. En dat is best wel fijn om in de broekzak te hebben. Maar wat ook wel fijn is om in de broekzak te hebben, wordt wel een beetje lastig met passen, is een shotgun. Ja, shotgun is wel mijn specialiteit. Dus, ja? Ja. Oké. Kies er eentje uit. Ja, ik ga er eentje kiezen. We hebben 4 shotguns hier die we kunnen uitkiezen. Dat zijn moeilijke shotguns allemaal. Dit is wel even een dingetje, hoor. Voor de duidelijkheid, we passen dus niks aan de shotgun. Het is gewoon, de shotgun is zoals die is. Oké. Oké, cool. Ik ben ready, man. Ik ben daar. Ja, ik heb deze. Hij zal vast goed zijn. Oké, we starten. Ik zou zeggen, knipper met je ogen en we zitten alweer in die map. Ja, dat is niet normaal. En we hebben allebei weer een throwing knife, dames en heren. Zo. Even die motion erin hebben. Ik weet hoe die moet. Oké, daar gaat straks met de controle. Zo. Je loopt wel smooth, hè, met die shotgun. Hoezo span jij naast mij? Goed. Wat een spansysteem. Goed, dames en heren. Goed. Ik schoot je al meteen in je reet. Oeh, vies weer op met misschien die moet ik hem weer installen. Misschien moet ik hem... Wat? Wow, deze was wel echt... Jij bent wel van de mesjes, hè? Ja, ik ben er ook fan van. Wat zet jij allemaal neer, bro? Supply box, daar krijg ik extra throwing uit. Ik hoor alleen met decoys. Wow, we gaan elkaar nu elk moment tegenkomen, ik weet het zeker. Oh, wat is dit voor ding, joh? Ik heb ineens een hele andere shotgun. Ik heb deze spammen, jongen. Oh mijn god, ik schrok me helemaal pleuris, jongen. Ja, we stonden ook ineens naast elkaar. Oké, Enzo, focus. Nee, niks focus. Ja, maar nu weet ik een beetje welke route jij neemt, weet je wel? Ja, dat is. Als het goed is, ga ik jou nu zien hier om het hoekje. Hier zo. Oh, wacht. Wacht eens even. Wat heb jij daar neergezet? Wacht eens even, kijk. Even kiekeboe spelen hier zo. Ben je op het dak? Ben je daar boven? Kijk eens even, dames en heren. Ik zit even kiekeboe te spelen hier zo, hoor. Waar zit hij dan? 1, 2, 3 kiekeboe. Waar zit hij? Weet je wat het erg is? Ik zag jou dus net gewoon rennen. Ik zag jou serieus net rennen, maar ik ben jou nu kwijt. Mattie, wat gebeurt hier? Hoe kunnen we elkaar niet tegenkomen, bro? Ik ren als een gek rondjes. Ja, nu kom ik toevallig in je rug. Ja, dat heb je ook als je rondjes gaat rennen. Sjoe, ik heb een killstreak. Oké, hij heeft 3 kills. Oké, dan nu weet ik waar je bent. Oh! Nee! Oh, ben je daar? En zo knol. Ben je daar dan? Heb je serieus een radar? Ja, ik heb een radar. Ik wist dat je eraan kwam, ja. Nee! Yes. Oh, motherfucker. 1 kill nog. Oh. Kijk hoor. Waar ga je vandaan dan? Even kijken. Waar kom je daar vandaan? Bro, hou op man. Je maakt me gek zo. Bro, jij zit gewoon de hele tijd op dezelfde plek. Ja, dan weet je, dan kan je me toch vinden. Mijn radar is weg. Is je radar weg? Ja. Oh, wat spijtig. Het is jammer dat die radar weg is, man.
Ja, dat vind ik ook. Wat jammer dat je radar weg is, man. Goeie want nu zag je mij niet aankomen. Goeie shot, die hoor. Oeh. Ik weet je te vinden, hoor. Komt goed, bro. What the fuck? Hit ik jou? Misschien. En wij dezelfde shotgun. Welke shotgun heb je eigenlijk? Ik heb die ene die me één keer schiet. De Gracie Auto? Nee, die heb je niet. Fleur op, jij hebt ook die spam shotgun, hè? Ik heb jouw shotgun opgepakt. Nee, die is goed, hè? Die is wel goed. Ik zie wel. Kut, waar zit hij nou? Waar zit hij nou? Waar zat hij nou? In het gras! Dit mag niet gebeuren! Let's go. Is dit dan de comeback van de eeuw, dames en heren? De comeback van de eeuw. Dit is niet de comeback van de eeuw. De comeback van de eeuw. Is dit de comeback van de eeuw? Het zal een zieke comeback zijn. Ongelooflijk. Dit wordt comeback van de eeuw. Ik zweer het je. Dit wordt zo mooi. Even weer die map rondrennen. En als ik jou eenmaal zie, jongen, oh, dan pak ik jou zo in je rug en ik met mijn eigen shotgun. Met je eigen shotgun. Ja, dat is het gemene ervan, man. Dat zou wel echt mooi zijn. Oh, jij bent aan het campen, hè? Ben je aan het campen? Misschien... Wat zit jij te doen? Ik blijf hier zitten, hoor. Hey, de Messi doet maar 1 minuut en ik sta 1 punt voor. Ah, kijk eens aan. En, dan had ik dat wel even eerder moeten zien. Ik ga jou wel vinden. Ik weet mij zeker. Oeh, nog 50 seconden. Zit jij nou te campen? Nee. Jawel, jij zit nu te campen. Oeh, ik was hier bijna. Ik dacht dat ik hem kwijt was. What? So, what? Shit. Hij slaat me op het laatste op mijn neus. Zo. So. Kijk hoe slecht ik was. Ik mis hier al mijn kogels. Ik mis hier ook alles. En je slaat me op het laatste. Het is wel een gemeen shotgunnetje. Oké, nu staat het 1-1. Oeh, nu gaat het echt heel spannend. Nu gaat het echt wel spannend. Ik moest wel weggaan van mijn campplek. Het was nog maar 1 minuutje. Ik had nog maar 1 minuut. Laatste, hè? Laatste. SMG's. De laatste. Het staat gewoon 1-1. Dat was zo dom voor mij wat ik op het einde deed. Oh, maar maakt niet uit. De SMG is een simpele keuze. De SMG is een simpele keuze. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook allebei dat we hetzelfde hebben. Ja, zeker. Oké. Okay. PPSA, jongen. Daar gaan we dan. Laatste game, dames en heren. Maar 5 SMG kills is zo gedaan, hè? Ja, dat gaat snel. We hebben een iets andere map nu. Desert Siege. Desert Siege, dames en heren. Ik ben benieuwd. Oké, klas 4. Ik moet wel zeggen dat ik net wel echt voorlat van die UAV, die map. Dat ik ineens 3 kills die ik had. Dat was wel echt sick. Je had gewoon 3 kills en dan krijg je dus UAV blijkbaar. Ja, goed. Hallo. Span je weer naast me? Ik span gewoon naast jou, bro. Nee, mijn aim is zo slecht. Mijn aim is zo slecht. Je spant alleen maar in mijn reet. Jij rent gewoon naar mij toe. Ja, dat is waar, maar ja. Ik was helemaal gehit, dus ik wilde in veiligheid komen. 1-1, jongen. Het is een grijs mapje, weet je. Moet je goed kijken waar je loopt. Even kijken, waar kunnen we allemaal heen, dames en heren? Op zich ook wel weer een groot mapje, hè, hier bij Afrika. Ik zie af en toe ook al wat meerdere lijken liggen. Er is hier wel wat gebeurd al eerder. Ik merk ook aan jou dat je het echt wel spannend vindt nu. Ik hoorde je lopen, jongen. Let's go, jongen! Je had me wel met een headshot daar, hoor. Ja, het was ook niet echt de allerbeste aim ooit. Je bent gelijk in de buurt nu. Ik hoorde je throwing decoy weer. Hallo? Enzo? Matty? Ik heb nog 8 minuten, dus als ik die gewoon uitzit... Dat zou het zijn. Als je gewoon nu gaat campen, gaat liggen in een hoekie. Oh, hier was ik net ook. Dit is nice. Dit herken ik. En dan hier zo heen. Juist, dit herken ik ook. Aan de andere kant. 3-1, jongen. Dit wordt hem. Let's go. Als je nu nog 1 kill maakt, heb je gewoon weer de UAV ook, hè? Oh, die moet ik hebben. Oh my god. Ja, het is met Free Fall is het gewoon wie elkaar als eerste ziet, hè? Ja. En ik zag jou de eerste keer, jij mij de tweede en de derde. De vierde keer, vijfde keer zie ik jou, want dan heb ik de UAV. Waar zit jij dan? Jij loopt niet eens meer, hè? Ik moet het nu even veilig spelen, eerlijk is eerlijk. Ik heb nog 6 minuten, dat is genoeg. Ik ben gewoon aan het zoeken nu. Dat is genoeg.
6 minuten, dat is prima. Ja, ik kan ook blijven liggen, dus. Maar dat ga ik niet doen. Nou, dit is een beetje een stoppetje. Zit jij hier? Zit jij hier? Zit je te spieken? Hallo? Gooi even een... Oh-oh. Auto combat area. Wow, wat is mijn aim? Jouw aim is niet goed, hoor. Wat is mijn aim? Out of the combat area. Wat? Hij ging gewoon uit die mappo daar ook even. Ja, nu heb je UAV, of niet? Je hebt helemaal gelijk, maar ik ga me niet inzetten. Dan is het gewoon klaar, hoor. Misschien toch wel. En we hebben nog die throwing knife, als het goed is. Maar waar zit jij dan? Ik zie jou niet op de UAV. Waar ben jij? Hè? Ik heb Ghost ingesteld, man. Hou op. Hou op. Nee. Zit je nou op mijn scherm te kijken? Wat wil je doen? Nee, niks. Ik zit gewoon te kijken. Ik zie geen... Ik heb een... Wat? Ah, daar zit hij. Of is dat een decoy? Dat is echt voor die intel. Weg, man. Je bent gewoon aan het wegrennen. Je bent aan het wegrennen. Aan het wegrennen? Ik ben gewoon jou aan het zoeken. Mijn intel is weg. Ik zie de kans wel heel klein in, dus... Ja... Nog 4 minuten. Zullen we ergens battelen? Even afspreken? Ja, zullen we ergens afspreken? Bij die plek waar ik net de map uit heb. Dan gaan we knokken, ja? Dan gaan we knokken. Is goed. Ik loop daar nu heen. Oké, okay, ik zie jou. Ik doe niks. Oké, okay, gaan we vechten? Ik zit achter het muurtje. Oké, okay, dus dan begin ik hier. Jij daar. Ja. En dan gaan we knokken, ja? Ja, okay. Oh, wacht. Ja? Oké, okay, ja. Gaan we? Ja. Oké, okay, prettige wedstrijd, man. Nee! Oh, bro, jij wou knokken! Oh, knokken? Oh, bro, jij wou knokken en je begint met throwing knives! Nee, en je gooide er twee! Ja, ik dacht dat throwing knives bij knokken hoorden. Bro, nee, man, omdat je de spelregels niet hebt gevolgd, mag ik jou nu knijven, man. Hé, hey, waar ga je heen? Pak je dan? Oh, maar Willem, waar ga je heen? Nee! Oh, wat is dit? Dit is niet hoe je dit doet, man. Dit was paniek. Disqualificeerd. Dit was paniek. Ik kreeg paniek. Oké, Matty, het is wat het is. Uiteindelijk, hè, jij zit bij log, ik niet. Het is wat het is. Ik had paniek, man. Het spijt me. Het was wel een goed mooie gespeeld. Sorry van die laatste, man. Maar ik kreeg stress. Maakt niet uit. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze hele week. Ja. Ik vond het leuk. Ik vond het ook een toffe battle hele week. Gewoon leuke challenges gehad. Zeker weten. Ik vond het leuk. Leuk om een keer met elkaar zo op te nemen ook. En dan meteen een hele leuke Call of Duty Vanguard week. Ik ben er hartstikke blij mee. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie een beetje genoten. Ja, en we gaan gewoon verder met het normale log seizoen. Ik zit er nog steeds in. Dus dat is echt een reden om morgen gewoon weer te gaan kijken. Vergeet trouwens niet nog mee te doen aan de giveaway. De 4 woorden zijn natuurlijk bekend. Stuur je antwoord naar de DM van Legends of Gaming. En wie weet win je wel die prachtige PlayStation 5 of andere toffe prijzen. Thanks voor het kijken naar deze mensen. Ciao. Peace.